had een vierde tijd op hindernis nummer 5. Hij is dus erg goed bezig. Prachtige galoppade. Maar maakt ze helemaal lang. Dempte daar het water in. En weet die porte heel snel af te ronden. Dit paard is super gehoorzaam. Ja, ja, zeer dressuurmatig getraind. Kijk eens hoe mooi dat gaat. Een Peter Koppens die had alles in evenwicht. Als Groen daarachter op die Marco Baken. Dit is weer een plezier om naar te kijken, dames en heren. Frank van de Boelen. Daarna voor een Nederlandse publiek natuurlijk zeer belangrijk dat hij ook hier een topprestatie neerzet. En het wordt een topprestatie. En daar is die 41.80 is de tijd.